Wat ook heel erg belangrijk is en wat ik ook echt heb geleerd de afgelopen jaren, is vooral te blijven voelen. Is dit ook voor mij of niet? Waar ik heel rationeel was. En waardoor was ik heel rationeel? Omdat ik vroeger zoveel pijn heb gehad in mijn jeugd. Ik had een moeder die mij niet zag staan. Dus ik keek dwars door me heen, letterlijk. Had ik eigenlijk een ijzeren frame om mijn hart heen gebouwd. Dus ik was heel rationeel voelen. Ik had echt werkelijk waar geen idee waar mensen het over hadden. Ik voelde ook bijna letterlijk niks, omdat ik dat gewoon helemaal geblokkeerd had. En door trainingen heb ik dat muurtje, dat ijzeren muurtje, afgebroken. En wat heel erg belangrijk is, is dat je blijft voelen als je iets wil. Is het ook zo? Voel ik ook van, hé, ik zou dat heel graag willen. Is dat dat zachte stemmetje in mij die zegt, ja, eigenlijk stiekem zou ik dat heel graag willen. En dan zegt die harde stem in je hoofd, ja, nee, maar dat moet je nu niet doen, want je moet eerst nog dit, of dat kun je niet. Oftewel je ego, welkom ego. Wat je heel erg belangrijk is, dat je voelt. Alle stappen die je in je business zet, als je een stap wil zetten, luister naar dat kleine, zachte stemmetje. Probeer die harde, schreeuwerige stem te gaan herkennen en vriendelijk te bedanken. Dank je wel dat je me waarschuwt, maar ik heb je niet nodig. En als iets niet stroomt in je business, als het dan echt met trekken en leuren gaat, dan is dat een teken dat je nog niet bent waar je moet zijn. Dan is dat niet een teken van blijf maar lekker trekken en leuren aan die deur totdat die open gaat. Nee, dan is dat een teken dat je net een andere weg moet pakken naar een andere deur. Dus probeer er heel erg alert op te zijn. Blijf vooral heel erg voelen.